Daar gaan we ons niet over uitspreken. Ik ben Jill. Ik ben Ellen. En samen restaureren wij schilderijen. En we zijn ook een identieke tweeling. En samen zijn we bezig aan de Jordaan hier achter ons. We hebben restauratie gestudeerd in Antwerpen. Ja. We zijn in 2005 afgestudeerd. En sindsdien zijn wij eigenlijk altijd samen blijven werken aan projecten. Soms geven schilderijen een bijnaam of een koosnaam. Maar je ziet dat schilderij elke dag, dan gaat dat toch niet Jacob Jordaans noemen. Dat, nee. Vaak wordt dat onze Jordaans. En dan kan dat nog iets verder. Ja, worden. Nog een bijnaampje. Ja. Ik denk dat er niet echt veel fantasie voor nodig is om voor deze schilderij een koosnaam te zoeken. Ja, ruzie hebben we eigenlijk nooit. Zelfs al hebben we wel een ander idee, dan wordt dat gewoon besproken. Dat komt wel vaker voor dat we een ander idee hebben van hoe dat we de restauratie zouden kunnen beginnen of uitvoeren. Maar zelfs dan is dat nog niet een drastisch verschil. Nee. Eigenlijk wordt alles overlegd, besproken. Ja. En alle mogelijkheden worden sowieso overlopen om zo eigenlijk de beste behandeling eruit te krijgen. Vaak ontdekken we wel ook kleine interessante dingen in schilderijen. Bijvoorbeeld vingerafdrukken kom je heel regelmatig tegen. Vaak zitten die wel aan de zijranden, dat ze echt een schilderij moeten vastgepakt hebben terwijl het nog nat is. Ja, iedereen denkt altijd van Rubens, de grote meester, altijd zo heel netjes, maar dat is niet altijd. Die ging er vlot over. Ja. Ja, perfecte kunstenaars bestaan niet. Af en toe mag er een kantje af zijn. Ja. Ze vragen ons vaak, is het ooit misgelopen? Maar dat is gelukkig nog nooit niet gebeurd. En eigenlijk, daarvoor zijn ook al die voorbereidende fases. Dat we in het begin goed testen. Wel eerst kijken hoe dat allemaal is opgebouwd. En dan gaan testen van op wat reageren de lagen. Kan de verflaag er overal goed tegen? En dan gaan wij eigenlijk gewoon voorzichtig alles beginnen afnemen. Dat gaat ook allemaal met kleine zones. Ja, dat we gewoon heel goed kunnen inschatten wat dat we kunnen verwachten. De volgende keer zullen we meer vertellen over het schilderij zelf en het verdere verloop van de restauratie.